Hey kijkers van mijn aflevering, welkom bij een nieuwe aflevering van Tech Hit met Ramon. Hallo, ik heb hier nou al zin in. Ramon heeft een snode plannen, denk ik. Nee, het is niet, het is gewoon jouw onwetendheid. Okay, wat je wel weet, alleen waar je nou niet aan denkt. Nou, oké, leuk. En ik weet zeker, als je er dadelijk achter komt en je denkt, fuck, waarom dacht ik daar niet aan? Oké, nou in ieder geval, jongens, wij gaan dus deze aflevering lekker minen. Waarom gaan wij minen? Nou, we hadden dus een quest voor Lapis Lazuli voor onze jetpacks. In de vorige aflevering hebben we dus het begin van onze mijn gemaakt. En daar gaan we kom nu naast, dus heen. Kom je naast me, lieve schatje. We gaan wel even slapen. Nee, maar je kan best in de nacht minen, want over 10 minuten is het dan dag. Hey, dat is slim, hè? Ik kan wel nadenken. Een beetje. Nou, in ieder geval, Ramon zei dus dat ik hier naar beneden moest springen in het water. Dus dat ga ik gewoon lekker doen. Geen probleem. Val je niet dood? Nee. Niet? Nee. Hoe? Ik weet dat je niet dood valt daarvan. Nee, in die andere tech, het was één niet diep genoeg. Weet je dat niet meer? Dat is zeg maar... Kijk, Ramon. Dat is zeg maar nog verder, als het nog verder stroomt. Nee! Een softblok! Mijn snode plan is mislukt! Ik dacht, die springt hij naar beneden en die valt keihard dood en ligt dan helemaal in een deuk en ligt te huilen. Wat verdomme. Ik wist namelijk dat Ramon dat zou denken. Nee, ik wist het, alleen ik zei het niet tegen hem. Nee, dat wist je niet. Jawel. Denken, nou niet stoer gaan doen, dat wist je niet. Nee. Oh, je bent fucking slim. Nou, nu lach je me uit omdat ik slim ben. Oh, wat? Je wat, mate? Ja, je bent een beetje. Wat bro? Hey, dan bro me, bro. Bro me, bro. Hey, dude, dan bro me, dude. Don't do me, bro. Ik heb nog steeds geen torches. Oh ja, oh my fucking god. Ik dacht, wij gaan naar boven om voor jou torches te maken. En dan starten wij de nieuwe opname. Heb je dit nou dicht gemaakt? Wat heb ik dicht gemaakt? Ik mijn torches. Nee, eh. Oh. Doe je niet zo tegen me aan, you fucking creep. Ramon, dat is echt zo van... Hier, kom eens. Nee, ga weg! Oh, ga weg! Jongen, kom eens. En is van... Ah, nee, fuck. Geef me je torches. Geef me je torches. Ah. Hallo. En is van dat je fucking 5 meter van iemand af gaat staan. Hey, mag ik jou de torches? Oké, nou in ieder geval... Dit vind ik nog steeds raar dat je helemaal ondergronds hier opeens een fucking rood dirt blok hebt zitten. Ja, zeg maar zo'n groep, zo'n school dirt, zeg maar. Ja. Nee, we zijn een groepje dirt, wij zitten hier maar, yeah. Net zoals school vissen. Ja, precies. Daarom zeg ik een school. Je moet even niet naar mij toe komen. Oh shit, what's up? Dan verzuip je. Oh my fucking god, wat doe je nog van... Ik zei het toch. Je zei helemaal niks, je zei kom naar mij toe, toch? Sorry, je moest... Oké, ik ga in ieder geval verder minen. Ik weet niet, is in deze Minecraft versie zo dat die zilvervis hier zomaar kunnen zitten? Was dat deze Minecraft versie? Oh hey, dat is een shovel. Ik zou jou zeggen. Ik heb geen idee. Ja, ik had zeg maar heel lang geleden op Banana Flavor HD, had ik een serie... Zo lang geleden. Ja, dat is best lang geleden. Maar dan had ik een serie en dan was het dus... dat was dus zeg maar in de nieuwe versie van Minecraft was het toen. En hoe heet het? Dat was dus zo dat er toen zeg maar die silvervisjes erin werden gezet. Niet de silvervisjes nieuw waren, maar dat ze dan random spanden. Komt er zo'n grijparm in je Minecraft? Alsjeblieft. Wat? Werden er ingezet. Maar ja, in ieder geval, dus toen schrok ik me dood toen ik zo'n zilvervis zag. En toen dacht van, oh ja, dat hebben ze erin gezet. Maar ik weet dus niet of dat in deze versie is van Minecraft. Het zou dus best kunnen. Want het was best wel... Hey, kijk eens wat ik heb, Hoe heet de spul ook weer? Dirt. Nee, tungsten! Yay, 2 tungsten. Oh, 3 tungsten! 4 tungsten! Oh my fucking god. Ik ben zo goed. Ramon, zeg het. Zeg het. Ah, denk ik niet goed.
Yay, ik ben blij. Maar wat ben jij nu aan het doen? Ben jij nu in die cave die je had gevonden of ben je nu gewoon verder aan het minen? Ik heb hier al 15 diamonds gevonden. Oh my god, en geen lapis lazuli? Nee, grapje, ik heb geen diamonds. En geen lapis. Oh my god. Ik heb nog liever nu lapis dan... Oeh. Ik heb hier nog liever lapis dan... Oeh. Wow. Ah! Nee! What the fuck? What the fuck? What the fuck, amalakala? Come on. Yeah. Ik heb een cave gevonden. Ik heb een cave... Oh shit, oké, Ramon, pak mijn tunnel. Pak mijn tunnel. Ik pak geen tunnels. Ramon. Ja? Loop via mijn tunnel. Dan vind jij een cave. Een cave? Dan vind jij een cave, ja. een cave. En daar mag, of daar might be... Lapis lazuli. Lapis lazuli, ik had zo'n lazuli. Naam. Ik had echt zoveel moeite met die naam, voordat ik hem leerde. Maar ja, in ieder geval, ik heb hier gold. Hebben we daar wat aan? Moest je nou echt serieus hier hout voor zetten? Is dat grappig? Ja. Dat is heel grappig. Want dan ga jij je eraan irriteren. En dat is leuk. Nu gebruik ik kobbel hoor, om dingen te plaatsen. Kijk, we hebben hier nog... Hoe heet deze... Emerald, cool. Emerald. Ik dacht eerst dat het uranium was. Uranus. Oh, grappig. I'm walking on Uranus. Da-na-na-na. Sorry. Ik weet niet wat dat voor nummer was. Maar oké. Trouwens, ik vond de vorige aflevering wel echt leuk. Ja, dat was een toffe aflevering. Was, ik heb me helemaal plat gelegen daar. Plat, holy fucking damn. En dat was eigenlijk redelijk snel weer over. Zo grappig was het namelijk niet. Ik dacht in een kronkelaar. Als ik kronkel zeg, denk ik altijd aan een slang. En als ik aan een slang denk, denk ik aan Alicia dat droom. Oh my god. Ik had een keer een hele enge droom. Dat ging over slangen. Maar, dat is nog niet alles. Die droom, die vertelt zij zelf. In de livestream. In de 12 uur livestream heeft ze die verteld. Dus als jij de 12 uur livestream nog niet hebt gezien, je kan hem terugkijken op Twitch. Ja, je kan hem terugkijken, omdat we genoeg kijkers hebben gehaald, dacht Twitch van, hey, laten we het eens dus helemaal opslaan. Ja, dus, laten we die taartfeestjes dus nog lekker soort... een hele leven lang pesten. Ja, dus uiteindelijk staat hij dus 12 uur lang, er dus een highlight als het ware op Twitch. Ah, ik heb weer uranium. Heb je weer uranium? Ja. Nice. Ik heb hier, hoe heet het spul? Silver. Ik moet elke keer nog even wennen aan die... torches, wat? Ja, en die textures en zo. En dan welke stoffen er allemaal in Tekkit zitten. Zit er een stof in? Ja. Glowstone dust. Glowstone dust. Oké, ik weet alleen niet waar we dus dingen kunnen vinden zoals... Hoe heet dat? Lapis lazuli. Weet je wat ik nog steeds raar vind? Voilà. Je hebt glowstone dust. Mm-hmm. En daar ziet er exact hetzelfde uit. Als redstone. Nee. Alleen redstone? Nee, ik bedoel qua... vorm, zeg maar. Qua vorm? Ja. Alleen toch is redstone redstone en geen redstone dust. En heb je dan een redstone blok en geen redstone. Terwijl het redstone is en geen dust. Huh? Ik snap je niet. Je hebt glowstone dust. Ja. En dat krijg je uit glowstone. Ja. En nou in de laatste redstone update, in die 1.6 of zo was het, mm-hmm. kwam er een redstone blok. Ja. Alleen, eigenlijk zou je zeggen, de dust, normale redstone, redstone dust is. En het blok van redstone, redstone oh, ja, is, dat snap net ik. Glowstone en glowstone dust. Nee, maar zeg maar, redstone, dat is officieel is dat redstone dust, alleen ze hebben het gewoon niet gezegd van, hey, dat is officieel de naam. Want het is wel officieel redstone dust. Of redstone powder was het, sorry. Het heet redstone powder. Echt? Ja. Dat is de echte officiële naam van redstone. De officiële naam. De officiële naam van de redstone is redstone powder. Of nee. Oh no. Redstone. Wat was het nou? Redstone dust of redstone powder? I don't fucking know. I don't fucking care. Ik ga zoeken naar lapis lazuli.
En wat ben jij aan het doen? Ben jij nog steeds in de cave nu? Ik ben nog steeds in de cave. Ik ben nog steeds hopeloos aan het zoeken naar Lapis Lazuli. En ik begin toch erg de cheat-neigingen beginnen weer allemaal op te roepen. Oh. Alleen dan krijg ik ruzie met jou. En dan ban ik je van de server. Ja, mijn server. Ja, precies. Ik ban jou van jouw erge verde manier. We zijn nou erge server. Echt, zomaar ergens heb ik het gevoel dat we echt zo fucking dichtbij Lapis Lazuli zijn. Ja, dat je echt gewoon met je tong er al bijna aan het likken bent. Alleen dat je nog steeds de ene stofje ertussen moet uithalen. Ja, precies. Dat ene cobblestoneblokje. Of dat ene stoneblokje ervan verwijderd bent, zeg maar. Even kijken, zo even wat meer torsplaat. Oh my fuck. Dat is echt raar. In sommige caven kom je echt een fucking shitload en Lapis Lazuli tegen. Mm-hmm. En nu weer niet ontdekken. Laatst had ik in een Minecraft server. Mm. En toen dacht ik, hey, laat ik voor de lol een cave ingaan. Terwijl ik hier nooit meer opkom. En toen kwam ik echt shit dat een lap stuk. Maar man, heel eerlijk. Heb je wel eens X-ray gebruikt? Ja! Ja, ik werd geband van een server. Oh nee, ik heb het gewoon voor singleplay gebruikt. Maar ik realiseer me dan zo erg van hoe fucking veel ores er überhaupt in Minecraft zitten. En hoeveel, zeg maar, per blok er zitten, zeg maar. Per een aantal bloks. Ja, en als je dan aan het stripminen bent en je hebt een stripmine gemaakt zonder X-ray, zeg maar. En je komt uiteindelijk. En je zet uiteindelijk je X-ray mist, aan. Ja, precies. Hoe fucking veel ores je mist. Dat is zo eng. Schrikkie, man. Ja, precies. Maar hey, ik heb 2 diamonds gevonden en ik ben al langs 200 gelopen. Ja, precies. In ieder geval, ik ben helemaal verder gaan tunnelen. En ik heb dus weer een nieuwe cave gevonden. Oh ja! Yeah. Oh, baby. Yes. Yes. Yes, ik heb iron en lapis gevonden. Oh my god. Ik heb het... Oh my god. Wat ben jij? Ja, je bent verder gaan graven. Oh, hier. Oh, daar komt hij hoor. Daar komt hij. Oh, daar is hij. Daar komt hij. Daar komt hij. Daar komt Ramon. Daar komt hij. Oh, hij is bijna... Ah! Hi. Oké, ik heb hier ook nog ruby en ik heb echt wel een nice shit hier gevonden. Een grootsteen. Roodsteen heb ik ook gevonden, ja. Zeg, kan ik u een beetje grootsteen aanbieden? Hé, hey, mag ik wat roodsteen lenen? Ja. Oh. Anyway jongens, we hebben dus eindelijk de Lapis Lazuli gevonden. Hierbij bedankt je voor het kijken. Geef natuurlijk even een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie de volgende keer. Peace out.